Ons het nou die effect van inkom op vraag redelijk deurgetrap. En nou gaan ons na die ander nie-prijsdeterminante van vraag kyk. Hoe gaan ons doen? Wel basis dieselfde as wat ons met inkome gedoen het. Ons gaan dit in woorde vra, wat is effect? Met inkome het ons ook gaan kyk in die skedule, en ons het in symbole dit voorgestel, en dan laastens, deur middel van een grafiek. Van die vier gaan ons op drie concentreer. En ek wil hê jy met die drie stappe, of die drie methodes, deel van jou mondering maak, as jy na ekonomie kyk. Ons kan ekonomiese terme, of ekonomiese begrippe, of ekonomiese gebeure in woorde oordra, of in simbole, of deur middel van grafieke. En elk van hierdie drie moet dieselfde story vertel. Ons het gesê, as daar een toename in inkome is, leid dit tot een toename in vraag, in woorde. Ons het ook gesê, een toename in inkome leid tot een toename in vraag, in symbole. Ons het ook gesê, een toename in inkome leid tot een toename in vraag wat voorgestel word deur een rechtswaartse verskuiwing van die vraagkromme. So die drie methodes, in woorde, in symbole of grafies, vertel dieselfde story. Nou gaan ons kyk na die ander determinante. En met elk van dit, gaan ons op hierdie drie benaderings concentreer. Ons gaan dit eerst in woorde stel, en dan in symbole, en dan grafies. En elk van die moet dieselfde story vertel.